Virgo. Maagd. Welkom bij de Algemene Tarot Coaching. Allereerst wens ik jullie een heel gelukkig nieuwjaar. Gelukkig 2024. Maar gelukkig zijn is niet zozeer afhankelijk van wat er buiten jezelf gebeurt. Geluk zit hem in hoe jij je innerlijk voelt. Je eigen gemoedsrust. Of je in balans bent. Of je van jezelf houdt. En de mens is geneigd om te denken, oh, als dat maar gebeurt, dan ben ik gelukkig. Of als dat gegeven wordt, dan ben ik gelukkig. Maar dat is niet waar. Het zit echt in jezelf. En daar kunnen je deze readingen je inzichten over geven. Ja, wat zeg maar het gelukkig zijn zou kunnen blokkeren. Oké, de kaart die nu valt voor de leidraad voor de speelsheid. Speelsheid. Vreugde. Onschuld van het kind. Niet alles zo serieus nemen. Dan kun je ook de speelsheid van het leven ervaren. Mij ligt als leider, hè? Dus zet maar eens op. Advies gaan bij de toekomst. Jij. Invloed van anderen. Hoop en vrees. En de conclusie. Oké. Okay. Ja. Totaal aanwezig zijn bij jezelf. Komt ook nog naar voren. Meestal zijn we helemaal afgesloten van wat zich in onszelf afspeelt. En zijn we heel erg bezig in die buitenwereld. Oh. Ja, oké. Okay. Die is het. Surrender kaarten. Voor de maagd. Oh. Nou, die doe ik even over. Oh, dat waren er te veel. En ik twijfel ook aan mijn twijfel. Ja, die dan wel. Overnieuw. Oké. Okay. We beginnen met een kaart voor zelfliefde. Voor de maagd. Oh, twee kaarten vallen eruit. Doe vandaag iets waar je toekomstige ik dankbaar voor zal zijn. Dat is een mooie. Creëer en verwonder. Ja, verwonderen is ook echt iets van dat speelse. Hè? Als je dat speelse ook in je hebt. Ik voel dat deze heel erg belangrijk is. Want anders kun jij... Dit moet je waarschijnlijk doen. Iets doen. Waar jouw toekomstige ik dankbaar voor zal zijn. Om te kunnen je verwonderen. En te kunnen creëren in de toekomst. Dus dat, ja, je piekert nogal. Je zit veel in je hoofd. Er moeten zaken losgelaten worden. Heel veel stress. En een wake-up call gehad. Maar die ligt ook nog dwars. En dat zou kunnen betekenen dat die wake-up call jou nog niet... Ah, dit is het antwoord. Je hebt de neiging om achterover te leunen. Om lui te zijn
ten aanzien van jouw spirituele groei. Jouw groei en ontwikkeling. Je wil heel graag dat jouw creativiteit tot uitdrukking komt. Schuldgevoel. Oké. Maar dat komt nog niet tot uitdrukking, want je moet eer voordat jij kunt creëren en je kunt verwonderen, zoals die dwaas en die speels, met die twee die passen heel erg bij elkaar. De dwaas is ook heel speels, volgens de intuïtie. Maar bij jou ligt er nog een grote blokkade op. Jij zult eerst je perfectionisme aan moeten pakken, maar ook... En dat is niet leuk om te horen, lieve maagd. Maar de waarheid kan je vrijmaken. En dan kun je in de toekomst er dankbaar voor zijn dat je je luiheid aan gaat pakken. En nogmaals, dat hoeft niet zozeer ook direct tot uitdrukking te komen. Ten aanzien van dat je lui bent, ten aanzien van klusjes doen of dingen aanpakken buiten, rondom en in je huis. Hè, bijvoorbeeld. Of klusjes. Maar dit gaat veel meer over je spirituele groei, je ontwikkeling, je heling. Je zit helemaal vol met allerlei negatieve gedachten, allerlei niet helpende gedachten. Kijk, dat wordt ook aangeduid, hè, met symboliek. Er zit van allerlei onzin in je hoofd. Gereedschap, pizzasnijder geloof ik en... moertjes en bouten. En ja, dat hoort niet in je hoofd te zitten. Hè? Het is natuurlijk de symboliek voordat er allemaal onzin in je gedachten zitten. Maar er komt ook wel stoom regelmatig uit je hoofd. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk jezelf helemaal vastzet met je gedachten. Het geeft enorm veel stress. Enorm veel stress. Deze zegt ook van, die heeft het ook over perfectionisme. Dat je zo perfectionistisch bent, dat je de lat ook voor jezelf, maar ook wellicht voor anderen, heel erg hoog legt. Maar met als gevolg dat je hierin belandt ten aanzien van je persoonlijke groei en ontwikkeling. Het kan wel zijn dat jij veel te druk bezig bent met of in je baan of in andere dingen die jij moet. Of zo'n controlfreak bent, dat je eigen, je persoonlijke groei helemaal eronder gesneeuwd raakt. Maar het is dus wel belangrijk dat je daar een aanvang mee gaat maken, want anders kun je niet creëren en dan kan jouw creativiteit ook niet tot uitdrukking komen. Met betrekking tot invloed van anderen spelen er schuldgevoelens een rol. Er is ook iets wat jou maar... blijft teisteren. Kijk, dit zijn van die heksenhanden die maar in jouw hoofd grijpen. Kijk, ergens voel je je misschien schuldig over, maar het kan ook zijn dat jij anderen schuldgevoelens geeft. Sam, nee, niet doen. Het is een kwestie van dat je heel eerlijk even naar jezelf kijkt. De hoop is dat jij, dit is die dwaas. Die wil bij nul beginnen en ook het oude loslaten en intuïtie volgen. En deze maakt keuzes waar zijn toekomstige ik dankbaar voor zal zijn. Hè? Want die volgt gewoon zijn leiding en zijn intuïtie. Maar die ligt bij jou ook op de angst, dus je bent ook bang voor het nieuwe. Bang voor veranderingen. Bang voor om ook diep bij jezelf naar binnen te keren. Om dan te ervaren wat er in jou is. Dat is dit, hè? Dat totaal aanwezig zijn in jezelf. Je bent ook bang voor de stilte. Er is echt innerlijk werk aan de winkel. Waarom? Kijk, jij krijgt doorervaringen. Keiharde wake-up calls. Omdat jij deze houding hebt. Van ach, het zal allemaal vanzelf wel goed komen. En laat mij maar genieten van het leven. Want ik heb het allemaal wel bereikt. En slofjes. En de dingen gaan allemaal vanzelf wel weer goed komen. Hè? Maar er is innerlijke er is groei en ontwikkeling noodzakelijk. En spirituele groei.
En er moeten oude dingen worden losgelaten. Maar dan moet je wel ook... Kijk, om die speelsheid te kunnen ervaren in je leven... moet je ook, hè, om vrolijk te kunnen zijn... en om speels in het leven te zijn, zoals die dwaas... moet je ook de minder leuke dingen willen ervaren in het leven. Zoals verdriet, boosheid... de dingen die niet zo goed gaan. Hè? Ervaringen van afwijzing. Ervaringen van verlaten worden. Daar moet je allemaal mee om leren gaan. Maar ook schuldgevoelens. Angsten. Dat zijn allemaal issues die ervaren moeten worden. Of, hè, maar ook je oude ervaringen uit het verleden. Die losgelaten moeten worden. Maar het is onbekend. En de dwaas wil het onbekende in. Die ligt op de hoop. Tegelijkertijd op de vrees van het ego. Want die weet dan. Ja, maar dan moet ik ook hele nare emoties ervaren. En door pijn heen. En door schuldgevoelens heen. En door angsten heen. En ja, dan zegt het ego deze. Van ja, nou, we gaan gewoon genieten van het leven hoor. En laat maar. Ja, dan... Maar als je de dingen niet wil ervaren, want ervaren is ook emoties, doorvoelen. Dan gaat uiteindelijk, want je onderdrukt dan eigenlijk je vrouwelijke energie, yin-energie. Ja, dat is het ervaren, dus het doorvoelen en emoties. En maar ook intuïtie, want het ego raakt dan ook geblokkeerd. Maar dan gaat je yang-energie het overnemen. Hè? Je gaat er steeds meer in dat hoofd zitten. Ja, en dat raakt overvol en je raakt dan heel gestrest. En het is ook een soort van controle houden over dat je dingen niet wil ervaren. Maar deze zegt, van kijk, als je het eenmaal gaat ervaren, als je alles gaat, je over gaat geven en alles wil gaan ervaren, wat er naast vreugde ook is, en dat is verdriet en alles wat schuldgevoel, pijn, oude pijn die er nog losgelaten moet worden. Als je dat gaat doen, dat is wat je moet doen om je toekomstige ik dankbaar te maken. Kijk, dan komt jouw creativiteit pas tot uitdrukking. Dat is a creative endeavor, zie je dat? Creativiteit. En ja, of dat nou zich dan gaat uiten in muziek of in schilderen of in... dat hoeft niet allemaal, hoeft niet met schilderen of wat dan ook te zijn. Je kunt ook heel creatief je werk doen, op wat voor een vlak dan ook. Maar in ieder geval dat jouw talenten, jouw specifieke unieke talenten van die jij hebt, dat die ook tot uitdrukking gaan komen. Maar deze zegt ook dat je expressie kunt geven aan je ziel, aan je wat. Vanuit je hart. Dus dan zul je alles vanuit je hart gaan doen. Dan kun je dit doen. Creëren en verwonderen. Dat is als die ziel gezuiverd is. En helemaal vrij is van schuldgevoel. En oude pijn. En dat het allemaal is losgelaten. Maar jij stelt uit. Kijk, die reis stel jij uit. Travel, koffer. Symboliek, hè? Op de kop. Dus jij stelt die reis uit. Om echt die fear of change... Angst voor verandering. Kijk, dat is dit. Hè? Het was wel altijd het nieuwe. En einde. Die weet, oh, het einde. Dit is het einde. Oké, dan volgt weer het nieuwe. En die gaat gewoon door met creëren en zich verwonderen wat er dan weer gaat komen. Maar het ego die is heel erg bang voor verandering. Dus. Surrender ook to prayer. Gebed. En dan meer van... Gebed van help mij te zien wat ik moet doen om verder te komen. En dan krijg je hier al het advies. Sowieso vergelijk je niet met anderen. Vergelijken is, oh, maar die is nog slechter dan ik. Of maar die is veel beter dan ik. Of die is veel slimmer dan ik. Oh, die is veel knapper dan ik. Of die is veel... Nou, dat beperkt jou. En het gaat erom dat je... keep your eyes trained on yourself. Blijf bij jezelf. Je eigen kracht, je eigen aantrekkelijkheid en je eigen talenten. Want die staan te popelen om tot uitdrukking te komen. Maar wordt nog geblokkeerd door je afweerstrategie van je ego.
Maar die is bang, die is bang om dat nieuwe in te gaan. Maar die is bang, ook bang om oude rotzooi los te laten. Oude pijn. Maar, kijk, hier moet je vooruit kijken. Want dit zijn, als jij deze houding hebt van nou, laat maar, het komt allemaal vanzelf wel goed. Terwijl je innerlijke stem heel steeds iets anders zegt. Hè, want dan komt deze altijd naar voren. En dat zijn, dan ben je dus weer op de harde leerschool. Als deze, dit zijn verwoestende wake-up calls. Echt keiharde wake-up calls om je wakker te schudden. En dat zijn hele nare ervaringen. Echt met bliksem en. Maar dat is om je dus wakker te krijgen. Maar het is wel lijden. En het is altijd een teken dat je innerlijke stem en de goddelijke leiding genegeerd hebt. Dus, lieve maagd, doe vandaag iets waar jouw toekomstige ik dankbaar voor zal zijn. En als jouw intuïtie je dan leidt naar mij toe voor heling en bewustzijn en schaduwwerk en innerlijk kindwerk te gaan doen, dan ben je welkom. En dan hoop ik dat je de grote stap zet. Dank voor het kijken. Heel veel liefs. En tot de volgende keer. Bye bye.